Je kijkt naar het Weersjournaal van Weerplaza. De felle buien van vannacht liggen inmiddels boven Duitsland. Misschien dat het uiterste oosten van ons land nog een enkel schamsrot krijgt. Maar op de meeste plaatsen is het vanochtend gewoon droog. In de loop van de dag zou er in het noorden van het land een enkele bui kunnen vallen. Maar dat stelt weinig voor, slechts een licht exemplaar. Daarbij lopen de temperaturen op naar 21 graden op de Wadden. En 25 in het zuidoosten van het land. De wind is meest matig van kracht en waait uit het westen tot zuidwesten. Later het westen tot noordwesten. Dan vanavond, dan klaart het breed op, de wind valt voor een deel weg en de temperaturen gaan langzaam omlaag. In de nacht koelt het af naar een graad of 12 en dat is natuurlijk een verademing met de hitte die toch nog wel een beetje in de huizen zit. Echte hitte kunnen we niet van spreken, maar warm zomerweer, Nederlands zomerweer, hebben we morgen gewoon wel. 21 tot opnieuw, lokaal 25 graden. Met volop zon erbij. Slechts wat sluierwolken trekken er over het land. Droog weer, met zaterdag tijdelijk een zuidelijke wind. En dan wordt het plaatselijk tropisch warm. Vooral in het oosten van het land. En later op de dag steekt er dan een zeewindje op en komen de koelere lucht het land weer binnen. Vanaf zondag is het licht wisselvallig met een graad of 20. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.